wat is content voor jou? Content is nu meer dan alleen maar een fotootje of een videootje maken. Ik geloof dat content juist de koppeling moet zijn tussen website, social media, dat je daar veel meer uit kan halen. Dat is een... Omdat je nu ziet dat heel veel mensen op hun eigen website te weinig communiceren. Ik heb een onderzoekje gedaan eventjes binnen de Business Club van Excelsior. Schrikbarend hoeveel mensen hun eigen nieuws op de website zetten. Bijna nul. Waar kunnen we nog veel over leren als het gaat om content en video? Wat je gaat zien is dat communiceren over je bedrijf of over in onze voetbalclub, dat is een vak. Weet je wel. Iedereen kan een berichtje tikken en schrijven, maar het gaat er nu om hoeveel mensen ga je bereiken. Maar dan zal je ook buiten je bestaande kringetje moeten komen met je communicatie. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat we experts hebben ingehuurd en dat het goed is dat we met jouw bedrijf gaan samenwerken. En waar spiegel je dan aan? Heb je clubs waar je naar kijkt en je denkt, hey, dat vind ik heel interessant wat daar gebeurt? Ik denk wel dat wij een grote slag hebben gemaakt op het gebied van communicatie. Dat hebben we zelf gedaan. Om een volgende stap te maken hebben we gewoon expertise nodig. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Heracles, een beetje een club die eigenlijk een aantal jaar op ons voorloopt, vooral met het stadion daar verder voor. Ja, die moesten ook in één keer van geloof ik 5700 naar 13.000 of 12.000 mensen toegaan. Ja, dat is best wel een grote stap. Hè. En in de Eredivisie is misschien 750 plaatsen niet erbij. Maar wij hebben een capaciteit die in één keer 20% groter is. En als je al moeite hebt gehad om een stadion vol te krijgen, dan is dit voor ons een grote stap die wij dit seizoen gaan maken. Wat moet je laten zien? Ik denk wat we nu doen, hè, dat we op de trainingen al meer kunnen laten zien door er dichterop te staan met de camera dan dat je bij de NOS of bij Rijnmond zal zien. Ik denk dat dat de truc is. Weet je? Ik denk dat je er veel meer bij wil zijn zo meteen. Dat mensen veel meer vanaf je eigen website dingen gaan zien. Maar moeten wij jou en jouw cameraman dan bij Mitchell in de trainingskleedkamer gooien? Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat heel... Dat is geheime informatie. Nou ja, je kan daar zelfs nog een beetje kijken wat je dan wel en niet uitzendt. Dat vind ik wel, dat je erover na moet denken. En als je dat soort content laat zien, laat zien wat er gebeurt op een club, hoe een club leeft, wat je beleeft, zonder dat het er dik bovenop ligt, nou, ik denk dat dat wel een kracht is. Wat vind jij van de content die Excelsior tot nu toe maakte? Ik vond het voorzichtig. Maar als je nou juist insight geeft of wat dieper dingen uitlegt of op een andere manier communiceert op je website en je gebruikt social media voor de korte mededeling, ik denk dat het veel krachtiger is.